Suriname kampt op dit moment met overvolle cellenhuizen, maar dat is geen nieuw fenomeen. Hoofdinspecteur Humphrey Naden zegt in gesprek met onze nieuwsdienst dat als de cellenhuizen vol zijn, het aangeeft dat de politie zijn werk goed doet. Hij benadrukt verder dat de politie er niet trots op is dat de cellenhuizen vol zijn, maar dat dit ook aangeeft dat te veel mensen in Suriname zich schuldig maken aan strafbare feiten. We gaan mensen blijven aanhouden en waar nodig een opdracht of naar afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering stellen. Natuurlijk kan je ook kijken naar de ernst van de zaak, niet meer dan voor die pandemie. Maar dat is geen vrijbrief dat men gaat denken van oké, dus ik kan maar doen en laten wat ik wil, want ruimte naar school of zo, hoe schroot om mee. Misschien heeft u in een politiebericht van ons gelezen dat we onlangs iemand hebben aangehouden en hij is in verzekering gesteld voor bedreiging. Je zou zeggen van oké, bedreiging, amano gismamankeri, amano furu, amano kiri, toch? Maar bedreiging is een ernstig strafbaar feit. En als je bedreigt en we komen en we praten met je van luister meneer, dat wat je gedaan hebt, niet doen, want dit zijn de gevolgen. En de politie gaat weg en kort daarna bedreig je weer dat je mensen hun dochters en zusters gaat verkrachten. Als we terugkomen, dan gaan we anders moeten optreden, toch? Dus ook gelukkig we dat nog steeds blijven doen als politie. Dat ook dat soort van strafbare feiten nog steeds wordt aangepakt. En waar nodig mensen dus achter slot en grendel worden gezet, omdat je dat soort van akkefietjes niet moet uithalen. Wanneer de cellenhuizen van de politiestations vol zijn, worden gedetineerden overgebracht naar strafinrichtingen, zegt Wendel Pinas, hoofd voorlichting van het korps penitentiaire ambtenaren. Echter hebben ook de strafinrichtingen hun maximum bereikt. Maar we moeten dus rekening houden met dus de nieuwe situatie en dat is dus de COVID-19 situatie. En we kunnen niet alle dol opnemen, omdat we ook rekening moeten houden met dus ook nog ruimtes of kamers die we dus vrij moeten houden in geval dus dat er mensen geïsoleerd moeten worden. En de opnames die gaan dus namelijk via HVB. En zo gauw dus de mensen worden opgenomen, is het dan verplicht dat ze dus 12 dagen in quarantaine gaan. En vandaar dus dat we altijd een ruimte of ruimtes vrij houden, zodat je de mensen dus daadwerkelijk kan observeren. Dus dat is de situatie bij ons. Als we praten dus over instroom, wat u bedoelt, is het namelijk zo dat instroom gaat via dus het nieuwe huis van bewaring. De parketwacht van de procureur-generaal die maakt melding. En dan gaan wij dus kijken van oké, er is ruimte. En laat me dit ook ervan zeggen. We nemen op 20 man per 2 weken. Wendel Pinas, hoofd voorlichting van het korps penitentiaire ambtenaren. Wij spraken hem naar aanleiding van de presentatie van het KPS, waaruit blijkt dat de cellenhuizen overvol zijn. Zowel de cellenhuizen als de strafinrichtingen hebben hun maximum bereikt.